Vandaag zit een zeer bijzondere gast bij ons in de studio. Zijn naam is Karen Togmashan en hij is een derdejaarsstudent aan de KALO. Maar Karen is niet de doorsnee student. Hij vertegenwoordigt ons land in december namelijk op het Europese kampioenschap gewichtheffen tot 23 jaar in Israël. Nou, Karen, allereerst gefeliciteerd met je kwalificatie voor het EK. Laten we eerst even luisteren naar een moment uit je kwalificatie. Ja, zoals we horen produceer je veel geluid. Waarom is dat? Ja, ik denk... bedankt voor het feliciteren. Ik denk, het is puur om... Je geeft alles en op dat moment besef je niet wat je aan het doen bent. En het is gewoon emotie die het uit je lijf gaat. Dus je geeft gewoon alles. Ik denk daarom. Nou, ik heb ook een aantal fragmenten bekeken van wat je deed. Is het geen aanslag op je lichaam? Nee, totaal niet. De jaren heen dat je zeg maar, aan het trainen bent, je bouwt spiermassa op waardoor je lichaam zeg maar, daardoor sterker wordt en beschermd wordt tegen je lijf zelf. Ja, je bent flink gespierd, breed bovenlijf. Hoeveel tijd besteed je wekelijks aan je trainingen? Nou, zelf train ik 11 keer per week en... Dat is behoorlijk veel eigenlijk voor een sport. En hoe lang duurt één training? 'S ochtends 2 uur en 's middags 2,5 uur. En waar bestaat dat dan uit? Ben je dan de hele tijd aan het gewicht heffen of doe je andere krachtoefeningen? Ja, 's ochtends wat lichter, ook uit de oefeningen van gewicht heffen. Alleen zeg maar, daarbij komt wat andere dingen bij kijken. Zeg maar het heeft helemaal niks met fitness te maken. Het is puur gewoon echt halter met schijven. Echt puur gewicht heffen. Steeds grenzen verleggen. Ja. Als je 11 keer per week traint, 's ochtends 2 uur, 's middags 2,5 uur, dan kan ik me voorstellen dat dat bijna niet te combineren is met je studie aan de KALO. Nee, dat klopt. Het is heel erg moeilijk. Ik probeer ze zoveel mogelijk te combineren. En als dat niet lukt, probeer ik met de leraren zeg maar, te praten van hoe we dat kunnen aanpakken. Maar dat, tot nu toe is het geen probleem. Dat is goed om te horen. We gaan het even over je prestatie zelf hebben. Je bent momenteel eigenlijk de beste gewichtheffer van het land. Hoeveel kilo kan jij tillen? Nou, het gewichtheffen bestaat uit twee onderdelen, trekken en stoten. Trekken doe ik 150 kilo en stoten heb ik 179 kilo gestoten. Kun je het verschil aangeven tussen trekken en stoten? Nou, trek is in één keer boven je lijf het gewicht omhoog te tillen. En stoten mag je eerst op je borst voorslaan. En uiteindelijk uitstoten. Je zegt 150 kilo trekken, 179 kilo stoten. Ik denk dat veel mensen geen flauw benul hebben van hoe zwaar dat is. 179 kilo stoten komt overeen met 12 volle kratten bier. Die jij dus eerst op je borst tilt en vervolgens boven je hoofd. Heb je het wel eens zo bekeken? Nou, eigenlijk niet. Is het voor jou dan ook alleen een getal? Hoe kijk je naar het gewicht dat je tilt? Gewoon een halter met schijven. Je moet het gewoon doen. Daar staat hij en je gaat er lopen. En, je moet het doen. Klaar. Ja, bij die kwalificatie waar je dus deze twee hebt gehaald, verbrak je 5 Nederlandse records. Hoe moet ik dat zien als het uit twee onderdelen bestaat, trekken en stoten? De Nederlandse record stond op 135 kilo. En mijn eerste beurt was al 140 kilo. Dus de eerste beurt was al een Nederlands record. En in gewichtheffen heb je 3 pogingen, waardoor je zeg maar 3 trekbeurten hebt en 3 stootbeurten. Ik had bij de eerste 3 trekbeurten alle 3 gehaald. En bij stoot had ik 2 gehaald en de laatste niet. En hoeveel probeerde je bij de laatste? 183. Had ik net bij het uitstoten gemist. En waarom ging dat mis? Hoe verklaar je dat? Een techniekfoutje. Stoten iets naar voren, terwijl ik iets naar achteren moest stoten. Ah, je gaat dan naar het EK. Denk je dat je dat daar wel gaat redden? Met deze resultaten wat ik gehaald heb, zie ik een medaille kans te hebben. Ik heb een kans op een medaille en daarvoor ga ik proberen uit te vechten. En je zou die medaille dan namens Nederland binnenhalen? Dat zou uniek zijn. Maar wat interessant is je afkomst, want je bent namelijk geboren in Armenië. Je trainer is ook een Armeen. Is het dan niet vreemd om voor Nederland uit te komen op het EK?
Nou, ik vind het niet vreemd, omdat ik zelf hier opgegroeid ben. Ik voel me zeg maar meer Nederlander dan Armeen. Tuurlijk, je moet je cultuur bewaren, je christelijkheid, geloof, hoort allemaal bij. Maar ik spreek Nederlands, ik voel me gewoon Nederlander. En daarin zeg maar ben ik opgegroeid. En als jouw trainer meegaat met het Nederlandse team naar Israël, communiceer je dan met hem in het Armeens of in het Nederlands? Als een atleet is waar ook Nederlander bij is, gewoon Nederlands. Op het moment dat we samen zijn, wel Armeens. Oké. Okay. Nou, dat is weer reuze interessant. Je bent dan ook al eerder op een junior EK uitgekomen. Gaat dit echt het moment worden dat je die medaille dan eindelijk pakt? Ik hoop het. Nou, ik hoop het met je mee. Ik wil je ontzettend bedanken. En ik wil je ook alvast heel veel succes wensen in Israël. Dankjewel. Ik wil jullie ook bedanken voor het interview. Ja, na genoeg informatie over trekken en stoten zijn we weer aan het einde van het Campusjournaal van vrijdag 12 oktober. Meer nieuws vind je op de website www.campusjournaal.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Campus Radio. Voor meer nieuws check je www.campusjournaal.nl of volg ons op Twitter @campusjournaal.